Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Het is echt slecht weer vandaag. Ik kom net thuis. Dus het is echt niet te doen. Het is echt slecht weer. Zo regenen zeg. Het is echt niet te doen. Amai. Niet tegen te zeggen, hè. Het is slecht weer zeg. Oh my god. De wind zit tegen de deur. Dit is de fiets. Hier rijden we weer. Dit is echt op de fiets te rijden. Zo. Daar zijn we nog niet klaar hoor. Totaal niet. We moeten die grijze bak ook nog weer brengen naar hier. Dus we zijn nog niet uit de rij. Even een pik opzetten. Oké. En dan gaan we nu die grijze bak halen. Het is echt heel slecht weer vandaag. Dus ik heb nog een mededeling trouwens. Een belangrijke mededeling. Ik moet straks zeggen, maar ik ga eerst de bak gaan halen. De bak. Zo. Zo. Eens kijken, dit is mijn bak. Sowieso, mijn bak staat hier nog. Het is toch tof eigenlijk, zo door de regen lopen. Zo. Staat. Zo. Ja, we zijn er wel. Binnen en wel. Ik zal het licht aansteken. Zo, wat gaan we eerst doen? We gaan eerst een kalkoen klaarmaken. Dus dat gaan we eerst doen. Voilà, dat gaan we eerst eens doen. En dan ga ik jullie vertellen wat ik al zo gedaan heb. Dus een belangrijke mededeling, dus het is heel belangrijk dat jullie zeker verder luisteren. Dus we gaan eerst de kalkoen doen. Dus, want het is heel belangrijk, mijn hart is ontploft. Oh, dat is dus erg. Ja, is al wat. Ik probeer om mij goed zuiver te doen. Dat hoor je wel altijd. Maar dat is juist goed, dat is tegen dat ik goed in beeld kom. Binnenkort is naar de coiffeur gaan. Hebben jullie ook nog altijd zo'n chocolade van Sinterklaas? Ik heb nog steeds chocolade van Sinterklaas, dus nog heel veel. Niet normaal. Niet dat ik zoveel gekocht heb van Sinterklaas, maar ik krijg het op school in. School en zo allemaal, Sinterklaas komt dan en dan hup. Zo. Voilà. En dan gaan we nu de belangrijke mededeling doen. Zo, ik neem je mee naar. Dan laten we even het vallen. Ah.
Zo. Je weet dat ik deze week een film online heb geplaatst waar ik vertelde dat ik dus valse accounts had. En die valse accounts, die mogen al wat schrik krijgen. Wegens dat ik dat ga aangeven bij de politie. Ik ben dat gaan aangeven vandaag. Ik heb ze allebei aan aangeven. Ten eerste omdat ze mijn naam gebruiken. Ten tweede ook omdat zij doen of wat ik dat ben. En de derde omdat ze mijn video spieken. En omdat dat dus niet kan, mijn video spieken. Dus ze mogen zich serieus wat verwachten. Dus ja, hou daar wel rekening mee. Dus ik heb maar twee accounts, zodat jullie wel weten. Ik wil ze zeker nog eens laten zien. Ik ga ze even mijn gsm erbij pakken. Dus geduld. Ik heb ook nog van accounts van Elga en Gieten en van Silken. Maar, maar dat weten die mensen ook. Dat zijn van accounts, daar doe je niet verkeerd mee. Dus dit is mijn accountje. Voilà, Bolstar ziet het goed. Ik ga ook nooit mijn kader gebruiken eigenlijk. Ook nooit. Want dat vind ik ook, ja, ik ben altijd mezelf. Dus ik gebruik altijd meestal Bolstar. En dat is mijn tweede account. Dus jullie moet je zeker allemaal gaan volgen, zou ik zeggen. Zeker en vast allemaal doen. Dus houd daar ook rekening mee als je vast een account aanmaakt van mij of van iemand anders. Dan weet je wel wat dat de gevolgen zijn. En dan zal ik dat ook zeker en vast meteen voor klacht neerleggen. Ik heb het ook al aangegeven bij TikTok. Dus hou er rekening mee. Blijf gewoon met alles af eigenlijk wat niet van u is. Dat is het beste eigenlijk wat jullie allemaal kunnen doen. Dus dat wil ik even zeggen. Hoe ik me daarbij voel eigenlijk. Ik voel me daar wel heel kwaad in. Want zoiets doe je niet. Je blijft altijd van andermans materiaal af. Sowieso. En zoiets kan gewoon totaal niet. Ik hoop dat die persoon die erachter dat ook beseft. En dat hij dat gaat verwijderen. Want dit kan totaal niet. Ik weet echt ook in mijn naam. Dus ook altijd van ik, Sil. Dus dat vind ik niet normaal. Maar ik ga me zeker niet klein krijgen. Ik blijf video's posten. En ik blijf ook op TikTok gewoon video's posten. Ik ga live. Ik doe dat allemaal. Ik vind live gaat ook heel super om dat te doen. Dus dat je weet. Ik ga ook even mijn Instagram tonen. Zodat jullie ook weten dat is mijn Instagram. Want dat is ook wel heel belangrijk. Dat jullie dat weten. Zodat jullie ook weten waar jullie moeten zijn. Dit is mijn Instagram. Een accountje. En dat blijft ook mijn Instagram accountje. Dus voilà. Dus dat jullie dat weten. En ook op YouTube is Bolstar daar ook populair op. Dus dit is Bolstar. Ik heb ook nog volwassen K3 fans. Dus dan weet je dat ook in één keer. Dus waar jullie moeten zijn. Dus ik hoop dat jullie ook... moest je iets tegenkomen van mij... laat het me ook gewoon weten. Of gewoon wat het beste eigenlijk van allemaal is. Dat je gewoon dat accountje eigenlijk gewoon meldt. En het ook laat weten aan mij. Hoe meer mensen zo'n accountje melden. Hoe meer dat er ook aan gedaan wordt eigenlijk. Hoe meer dat er ook kan gedaan worden eigenlijk. Daar kunnen ze ook heel veel mee doen eigenlijk. Dus ja, dankjewel om te luisteren in ieder geval. Ik wil ook nog eens benadrukken, bij mij gaat het eigenlijk wel heel redelijk goed. Buiten natuurlijk wat er gebeurt natuurlijk op TikTok. Maar ik zeg het, ik lig niet wakker van mijn haat, totaal niet. Dat is al niet eigenlijk, ik doe gewoon mijn ding. Ook voor een Bolstar. Maar ondanks dat ik het toch eigenlijk helemaal alleen doe, ben ik echt wel fier dat ik het alleen doe. Want ik doe het eigenlijk nu een jaar alleen. Bijna, het is bijna een jaar geleden. En ik denk dan in mijn eigen van, oké, ik doe dit allemaal. Ik zorg ook voor dat ik mezelf zorg. En ik ben ook echt wel heel gelukkig hoe eigenlijk allemaal de zaken lopen. Eigenlijk, mijn stem is ook al heel hard veranderd. Mensen die me van in begin volgen, die weten dat ook. Voor de nieuwe mensen ook echt eens gaan kijken. En zou ik zeggen van, ga zeker eens scrollen naar de anderen. Dus ik wil toch even benadrukken dat ik heel goede vrienden heb. Zoals Gieten, Stijn, Silke, Mitzi, Velen.
Deborah, Mama Panda. En ik kan er vast wel vergeten zijn. Ik heb heel veel lieve volgers. Ik heb bijna de 6k op TikTok. Dus dat kan wel tellen. En ik ben er ook wel heel blij mee. Dus ja, iedereen die mij steunt, dankjewel dat je er altijd voor me bent. En ja, ik ben echt wel trots dat ik jullie allemaal ken. En ik ben ook heel fier om dat te kunnen zeggen, hoe dat mijn leven nu draait eigenlijk. Ik heb ook 2 goede buren, Elk en Arabia. En die doen ook echt alles voor mij. En ik voel me eigenlijk nu wel een beetje zo van, ik ben helemaal mezelf. En ik heb mezelf ook teruggevonden. En daar ben ik ook wel heel fier mee, want ik was me eigenlijk een beetje kwijt. En nu voel ik me echt wel gelukkig. Ik voel me echt blij dat ik een man ben. Dat ik echt wel kan zeggen, ik ben een man. De operatie moet natuurlijk nog doorgaan van de borstjes. Maar voor de rest ben ik volledig oké. Dus ja, ben ik eigenlijk gewoon blij en gelukkig wie ik ben. Dat zie je ook elke keer als ik live ga, dat ik gelukkig ben. Dus merci daarvoor allemaal met de steun. Denk ik, kus, we love you. En ik meen het, als ik de 1 miljoen haal op het filmpje dat ik heb gemaakt, ga ik sowieso een taartje eten, maar ga ik ook nog iets speciaals doen. Ik ben ook nog van plan om nog eens in jurk te staan. Ga ik straks even kijken of ik dat kan opnemen om dan online te gooien. Dus ik ben echt wel heel trots dat ik jullie allemaal ken eigenlijk. En ik ga binnenkort ook nog een video maken met, je weet wel, dag lieve kijkers allemaal. Dus dat komt ook allemaal wel in orde. Dat komt, doe ik ook nog altijd. Dus dankjewel om mij massaal te steunen, om massaal er te zijn voor mij. Dankjewel.